In dit recept maken we risotto met paddenstoelen. Dit is een smakelijk gerecht met een mooi uiterlijk. Doet het goed bij feestelijke gelegenheden zoals kerst. Om dit gerecht klaar te maken heb je ten eerste de basisingrediënten van een risotto nodig. Dat zijn risotto rijst, bouillon, een halve ui, knoflook, een klontje boter, olijfolie om te bakken en peper en zout. Verder heb je nodig 1,5 ons gemengde paddenstoelen. Je neemt gewoon wat er voorradig is. Een scheutje witte wijn, maximaal 1,5 glas. Een theelepel saffraan. 3 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas. En 1 eetlepel gehakte peterselie. De paddenstoelen maak je schoon. Je snippert de ui, de knoflook en je hakte peterselie. Hiermee zijn de voorbereidingen klaar. Als je de risotto klaarmaakt, doe je olie in de pan. En je fruit hierin de ui gedurende 1,5 minuut. Na die 1,5 minuut voeg je de knoflook toe en je bakt weer 1,5 minuut. Daarna voeg je de rijst toe en die bak je 1 à 2 minuten mee. Je doet nu de voorgebakken ingrediënten samen met de bouillon in een kookpan. Je voegt de saffraan toe en een scheutje witte wijn. Je laat de bouillon aan de kook komen, doet de deksel op de pan en laat de risotto 12 tot 15 minuten koken. Terwijl de risotto staat te koken, doe je een klontje boter in de pan. Hierin bak je de paddenstoelen gedurende 5 minuten. Je brengt de paddenstoelen op smaak met peper en zout. Als de paddenstoelen gebakken zijn, houd je ze even apart. Aan het einde van de kooktijd proef je of de rijst gaar genoeg is. Je mag de rijst niet te gaar koken. Je moet de rijstkorrel wel kunnen doorbijten, maar hij moet nog een soort taaiige weerstand geven. Hij mag niet helemaal zacht gekookt worden. Als de rijst gaar genoeg is, voeg je de paddenstoelen toe. Je doet er nog wat peper bij. Peterselie. En tot slot roer je de Parmezaanse kaas erdoor. Je haalt de pan van het vuur en laat de risotto nog 10 minuten rusten. In die 10 minuten wordt de rijst nog iets gaarder en is hij perfect als je hem serveert. Zo ziet hij eruit. Risotto met paddenstoelen en saffraan. Zoals je mogelijk gezien hebt, gebruik ik een heel eenvoudige techniek om de risotto te garen. Deze wordt uitgelegd in de kookles Risotto maken voor dummies die gepubliceerd is op de site. Hierin vind je ook een tabel met een opsomming van alle rijstsoorten die je kan gebruiken en de kooktijd per rijstsoort zoals ik die heb leren kennen. Bon appétit!